Heeft u nieuwe huiscontainers gekregen? In de container met groene sticker gooit u groente, fruit, etensresten en tuinafval. In het kort GFV+T. In dit filmpje leggen we u uit wat u nodig heeft voor het scheiden van GFV+T afval en hoe u uw afval weggooit. Wat heeft u nodig? De huiscontainer voor GFV+T. Een klein bakje om uw afval in te verzamelen. Afbreekbare zakjes. Deze kunt u herkennen aan het Kiemplant logo. Afbreekbare zakjes zijn bijvoorbeeld te koop in de supermarkt Action, Blokker en Big Bazaar. De wel niet lijst. Hierop ziet u wat er wel en niet in de container mag. Verzamel uw groente, fruit en etensresten. Om het u zelf makkelijk te maken, zet u een klein bakje met een afbreekbaar zakje op een handige plek, bijvoorbeeld op het aanrecht of in een keukenkastje. Handig als u aan het koken bent. Aardappelschillen, groenterestjes en fruitschillen verdwijnen in een handomdraai in het bakje. Wat wel en niet onder groente, fruit en etensresten valt, ziet u op de wel-niet-lijst. Bewaar deze op een handige plek op het aanrecht of in een keukenlade. U kunt hem ook ergens in de keuken ophangen. Zo is de lijst altijd goed zichtbaar. Leeg het bakje regelmatig, dagelijks of om de paar dagen in de huiscontainer met de groene sticker. Wel zo fris en gemakkelijk. Gooi uw tuinafval ook in de GFV+T container. Tijdens het werken in de tuin gooit u uw afval meteen in de huiscontainer voor GFV+T. Zoals planten, bloemen, potgrond, gras en kleine takken. Groot tuinafval, zoals dikke takken, boomstammen en boomstronken, mogen niet in de huiscontainer. Daar kan geen compost van gemaakt worden. Lever dit gratis in bij een milieupark of laat het gratis door de gemeente ophalen. De gemeente haalt het GFV+T afval op. Uw huiscontainer voor GFV+T leegt de gemeente om de week. De andere week haalt de gemeente uw restafval op. U kunt makkelijk zien op welke dag de gemeente langskomt op www.mijnafvalwijzer.nl of in de Afvalwijzer-app. Deze app kunt u gratis downloaden via een van de appstores. Zoek op Afvalwijzer. In de app kunt u ook instellen dat u voorafgaand aan de ophaaldag een bericht krijgt. Zet de huiscontainer op de ophaaldag tussen 6 en 8 uur 's ochtends aan de stoeprand of op de verzamelplaats. Zet uw huiscontainer met handvatten richting de rijweg. Zorg dat uw bak na 8 uur 's avonds weer weg is van de straat. Van uw GFV+T afval maken wij compost. Het opgehaalde GFV+T afval gaat naar de afvalverwerker. Het afval wordt daar kleiner gemaakt met een shredder. Daarna gaat het in een speciale installatie om te rusten. Na 2 tot 3 weken wordt het compost uit het materiaal gezeefd. Het compost wordt op veel plekken gebruikt, onder andere in de landbouw. Bloemen, planten, groenten en fruit hebben compost nodig om te groeien. Uw groente, fruit en etensresten, maar ook uw tuinafval hebben dus een grote impact op het groen. Laten we daarom ons milieu verblijden door groente, fruit, etensresten en tuinafval te scheiden. Wilt u meer weten over het scheiden van afval? Of bent u op zoek naar handige tips voor uw huiscontainer? Ga dan naar www.rotterdam.nl/gfvt.